Mannen, binnenkort marcheren wij richting Silverkeep. Zorg dat je goed uitgerust bent en goed getraind voordat we vertrekken. Brief voor de paladin. Oké. Bedankt, ik zal het aan hem geven. Artus, word wakker. Er is net een brief binnengekomen van de koning. Wacht, wat? Een brief van de koning? Wat moet ik daarmee? Ik weet niet wat erin staat, maar misschien best als u het leest. Oké, geef maar hier die brief. Huh. Wel vreemd. Zomaar een brief. We hebben al lang niet gehoord van de koning. Geachte Artus en tevens een oude vriend. We hebben elkaar jammer genoeg lang niet gesproken en dit betreurt mij. Ik vind het erg jammer dat dit de reden moet zijn om je weer eens te spreken. Maar Silverkeep zit met een probleem en we hebben zoveel mogelijk hulp nodig. Een van mijn spionnen is er juist achtergekomen dat Black Rake zich voorbereidt op een aanval richting Silverkeep. Wellicht zijn ze al aan het marcheren, maar dat weten we nog niet. En zullen we waarschijnlijk spoedig achterkomen. Silverkeep heeft een groter leger nodig als we Black Rake willen verslaan. We zijn zwaar in de minderheid, dus de vraag gaat als volgt. Kun je zoveel mogelijk soldaten regelen in de nabije steden en dorpen? Zelfs oudere mensen en kinderen kunnen van pas komen. We zijn enorm in de minderheid. De soldaten van Black Rake waren met zoveel dat de spion niet wist ze allemaal te tellen. En hij kwam tot een hoog aantal, maar er waren zeker een stuk meer. Alsjeblieft, laat een oude vriend niet in de steek. Als je zover bent en we kunnen op je rekenen, dan zien we je graag zo snel mogelijk in Silverkeep. Interessant. De Silverkeep zal in de aankomende maanden worden aangevallen door Black Rake. Dan kunnen we maar beter opschieten met het regelen van soldaten. Ja. We hebben iedereen nodig die we kunnen vinden. Van boeren en kinderen tot de wat oudere mensen. We gaan Silverkeep niet in de steek laten. Ik bedenk me net iets. Heb je ooit gehoord van eventuele andere magiërs? Zover ik weet ben ik de enige levende magiër die er nog is. En natuurlijk ben jij in opleiding om mijn krachten ook te beheersen. Ik heb verhalen gehoord over mensen die krachten beheersen ver hier vandaan. Misschien kunnen we meer te weten komen in de grote bibliotheek in Silverkeep. We moeten hoe dan ook naar Silverkeep. Want ik wil eens de koning hierover horen. En dan kunnen we ook naar de bibliotheek in Silverkeep. Dus we gaan nu direct naar Silverkeep? Ja. Pak je spullen, dan gaan we vanavond naar Silverkeep. We zijn er. Er is een hoop veranderd aan deze stad. Hopelijk kan ik me de weg richting de troonzaal nog herinneren. Dat zou vast wel goed komen. Ho! Wie zijn jullie? En wat brengt jullie in Silverkeep? Ik ben de paladin en dit is mijn magier in opleiding. Oh, in dat geval mijn excuses. We komen hier vanwege de koning. Je had een brief gestuurd. We snappen het. We moeten extra uitkijken met wie we binnenlaten, maar dat begrijpt u vast wel. Volledig. Fijn om te zien dat jullie je werk goed doen. Zeker, komt u maar door. Bedankt, fijne dag nog verder. Hopelijk herinnert de koning zich u nog. Ah, dat zal wel goed komen. Hij heeft niet voor niets die brief naar mij gestuurd. Oh, daar heb je al wat wachters.
Generaal, ben je al bezig met het trainen van de mannen? Ja, koning. Wij zijn heel hard bezig met het trainen van nieuwe troepen. Mooi. Nou, ga nu maar verder met je taken. Ik spreek je later weer. Gegroet. Oké, koning. Dan ga ik snel verder met mijn taken. Gegroet, koning. Gegroet, Arthus. En... Zeg maar, Rowan. Ik ben een student van de heer Arthus. Ah, de heer Arthus heeft ook studenten. Nou, ik ga maar eens vandoor. Gegroet. Gegroet, generaal. Ah, Arthus, mijn oude vriend. Wat prachtig om je weer een keer te zien. Oude vriend, wat goed om jou ook weer te zien. Ik denk dat je wel kan raden waarom ik je een bezoek kon brengen. Ja, als je het over Blackrick hebt, dan heb je inderdaad gelijk. Precies. Dus je hebt mensen nodig om je leger te versterken. Ja, dat klopt. We hebben iedereen nodig die ons land wil beschermen. Koning, weet u iets van andere mensen die speciale krachten bezitten? Nee, eerlijk gezegd heb ik me daar niet zoveel in verdiept. Misschien kan je een bezoekje brengen aan onze grote bibliotheek. Ja, wij zaten er ook al aan te denken om naar de bibliotheek hier in Silverkeep te gaan. Mooi, en als jullie nog een slaapplek nodig hebben, dan is er nog plek vrij in het kasteel. Oké, de guards nemen wel een plekje in de herberg voor vanavond. Dan gaan wij er nu vandoor. Fijne nachtrust, koning. Fijne nachtrust. Ik ga morgen naar de bibliotheek om boeken te zoeken over of er nog eventuele mensen met speciale krachten levend zijn en waar we die kunnen vinden. Oké, wat wilt u dan ook doen morgen? Weet je wat? Neem wel tijd voor jezelf. Zodra ik wat heb gevonden, meld ik het meteen aan jou. Bedankt, heer. Ik wens je nog een fijne nacht. Ja, fijne nacht. Ah, weer een mooie ochtend in Silverkeep. Waar zal de bibliotheek toch zijn? Laat ik het even aan iemand vragen. Hallo meneer, kan ik u het vragen? Natuurlijk, wat moet je weten? Weet u toevallig waar de bibliotheek is? Ja, dat weet ik zeker. Loopt u naar beneden, eerste gebouw links. Oh, bedankt en nog een fijne dag. Fijne dag meneer. Ah, daar is de bibliotheek, mooi. Oké, waar was ik ook alweer naar op zoek? Ah, oh ja, ik was op zoek naar enige informatie over eventuele levende personen met speciale krachten. Even rondkijken of ik iets kan vinden. Zou het boven liggen? Misschien vind ik wel helemaal niks. Misschien ligt hier niks. Beneden wellicht? Wow, de vloer krijgt wel heel erg hier. Ik kan niks vinden. Even hier kijken. Hallo iedereen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze eerste aflevering van Guardians. Het maken van zulke afleveringen kost aardig wat tijd. Dus als jullie een like zouden willen achterlaten en nog even willen abonneren op ons kanaal, dan supporten jullie ons heel erg. In de toekomst hebben wij meer mensen nodig om als figurant te spelen. Dus als jij mee wilt helpen met deze serie, dan staat mijn Discord naam en tag in de beschrijving. Stuur me dan even een DM via Discord en dan geef ik je meer informatie. Later! Mijn oorbel zit vast in mijn voet.